Goedenavond, dames en heren. Op deze zondag, de 6e april alweer. Het nieuws en het weerbericht op deze zondag. Om iedereen een vlotte toegang te geven tot het stadshart van Sluis, wordt de Nieuwstraat, een belangrijke toevoersweg, opgeknapt. Tot vorige week hadden de ondernemers er begrip voor dat de weg werd afgesloten, maar de tijd begon te dringen. Het is alleen zo dat er in Baal hier op dit moment vanaf gisteren 5 april paasvakantie is. En dat geeft zo'n enorme toevloed van toeristen naar Sluis, dat één toevoersweg vanuit Baal hier veel te weinig is om al dat volk te kunnen de verkeersstroom veilig te laten verlopen. Bijna waren de ondernemers en de gemeente eruit, totdat de laatste per se de Nieuwstraat wilde asfalteren in de week voor Goede Vrijdag. En dat liep hoog op, hè? Het werd bijna een rechtszaak. Ja, die rechtszaak zou afgelopen vrijdag om 2 uur dienen. Maar dat bleek net druk genoeg voor de gemeente om de Nieuwstraat de komende 2 weken in 1 richting open te houden. Aan beide kanten van Sluis proberen verkeersregelaars de stromen in goede banen te leiden. Vandaag valt het mee, maar de afgelopen weken was dat wel eens anders. 14 dagen geleden zat alles vast. 3 weken geleden ook. Iedere keer op een zondag. Sancho Jansen baalt van de manier waarop het allemaal gegaan is. We hebben al jaren een overleg gehad met binnenstadsmanagement Sluis. En dan vind ik het jammer dat je dan eigenlijk toch op het laatst weer op een bepaalde manier druk moet zetten. En het kost ook de ondernemers en de middenstandvereniging tijd en energie. En dat is, die kan je beter aan je klanten spenderen dan dat je die aan de gemeente moet spenderen. De Nieuwstraat moet voor eind april weer in 2 richtingen bereikbaar zijn. De invoerwagen die komt van onder de oven. Dat is een automatische invoer, noemen wij dit. Op de open dag van crematoria konden Zeeuwen dit weekend achter de schermen kijken bij een crematorium, zoals hier in Terneuzen. Nou, wanneer de invoerwagen helemaal van onder de oven is gekomen, dan gaat hij naar een hoogte dat wij de overledene kunnen overplaatsen. De overledene wordt op een baar binnengebracht. Van de ruimte waar de overledene wordt opgebaard tot in de oven, overal kon gekeken worden. Op deze manier willen crematoria een beeld geven van wat er werkelijk gebeurt bij een crematie. We voeren in bij 600, 650 graden en gezien de temperatuur en veiligheid moet het ook vrij snel gaan. Ik ga nu laten zien hoe we invoeren. En je zult zien dat het vrij snel gaat, nogmaals gezien de veiligheid voor de medewerker, maar ook eventueel familieleden. Er zijn 2 vooroordelen en nu kom ik zelf met eigen ogen zien wat in elkaar zit. Dat er wel eens gezegd werd van er gaan er zoveel gelijk in een oven, dus dat is ook niet waar. Daar was u een beetje bang voor? Ja, dat is een hele geruststelling. Ik wilde nou echt alles weten wat er mee te maken had. Dat was een zeer duidelijke uiteenzetting. Wat vindt u ervan, nu u alles gezien heeft? Ik vind het heel mooi. Bij een brand in een woning aan de Van Spijkstraat in Vlissingen is vanmorgen een 59-jarige man gewond geraakt. De persoon is uit de woning gered en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Rond 11 uur brak de brand uit in de woonkamer op de begane grond. De politie gaat morgen onderzoeken wat de oorzaak van de brand is geweest en of er sprake is van brandstichting. In de nestkast van de watertoren in Axel is vandaag een slechtvalk geboren. Volgens de Stichting Natuurkanaal is het de eerste slechtvalk van Nederland van dit seizoen. Het slechtvalkpaardje Alex en Alexia is via webcams te volgen. En vanmorgen werd onder de borst van een van de slechtvalken een klein valkje gespot. Een paar jaar geleden keken mensen nog raar op als je een selfie maakte, maar nu is zelfs het hele museumweekend eraan gewijd. En onder andere het Stadhuismuseum in Zierikzee doet eraan mee. In 300 musea door het hele land worden bezoekers opgeroepen een foto van zichzelf te maken en die op internet te zetten. En die worden dan gepubliceerd in ieder deelnemend museum. Mevrouw, u gaat een selfie maken? Ja, dat is de bedoeling, ja. En waarom hier? Als ik hier sta, dan krijg ik een beetje het gevoel hoe Zierikzee vroeger was. Yes. Zie goed geluk, mevrouw. Dat is helemaal goed. Ik schrik iedere keer weer, dus hij is gewoon goed. Is nou geen onzin? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, want waarom zou je een foto van jezelf in een museum maken? Je komt voor andere dingen te bekijken, juist niet voor jezelf. Nee, het is van dichtbij. Ja, maar dat is met selfies. Ja, nee, daarom. Dus ik ben er tevreden mee. Ja, leuk. En dan kunnen ook wij niet achterblijven. Cameraman Loek en ik
op een selfie. Die over een paar minuten is vereeuwigd in het digitale selfie-museum. De uit vogelwaarde afkomstige Amazone Claudia Vassaert heeft bij de eerste editie van Zeeland Outdoor International de kuur op muziek in de zware tour gewonnen. Vassaert, die tegenwoordig in België woont en ook voor onze zuiderburen uitkomt, scoorde met haar paard Donnervee als enige van alle deelnemers boven de 75% en kwam uit op 75,525. Daarmee bleef de geboren Zeeuws-Vlaamse naast de concurrent Patrick van der Meer ruim 0,5% voor. Vassaert had eerder ook al de Grand Prix gewonnen en dus sloeg ze een dubbelslag bij dit voor haar speciale evenement. Het voelt een beetje als thuiskomen aan natuurlijk hier in Zeeland. En als je dan nog de proef kan winnen voor een heleboel mensen die je kent en met een heleboel mensen die je kent, dat is natuurlijk echt geweldig. Deze Deense, Sitsel Johansen, schrijft bij de eerste editie van het internationale paardensportevenement in Nieuw- en Sint-Joosland de lichte tour op haar naam. Ze scoort met Alibi D 72,975%. Alle andere deelnemers bijten zich stuk op die score. Ook de enige Zeeuwse, Stefanie de Vrel uit Koewacht, komt er niet aan. Maar ze rijdt met Ultiem wel naar een knappe vierde plaats met ruim 71%. Johansen wint dus, maar daar had ze niet op gerekend. No, no, I did not. When we got from Denmark, I hoped to be in the top 5. Everything went as it should, because I do really not know all the other riders, but I know I have a good horse and I hope to be then in the top 5. So I'm so pleased with it. De zon had het af en toe moeilijk dit weekend. Ook vandaag scheen die een beetje door de wolken heen, waar vanochtend vooral wat regen uitviel. De meeste dikke wolken zijn inmiddels naar het oosten toe weggetrokken. Maar ook vanavond de komende nacht blijft er veel bewolking achter in de provincie. Vanuit het zuiden wordt er wel zachte lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur niet lager uitkomt dan een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit die zuid- tot zuidwestrichting. Ook morgen diezelfde richting, maar iets meer wind langs de kustenwindkracht 5. Een groot deel van de dag nog wel droog, maar in de loop van de middag volgen dan een paar fikse buien met plaatselijk ook onweer erbij. In de ochtend is er soms nog een beetje ruimte voor de zon. De temperaturen lopen zelfs op naar 18 tot lokaal 20 graden, want uit die zuidhoek nog steeds de aanvoer van zachte lucht. Dat is vanaf dinsdag wel anders. Dan is het een stuk frisser, met vooral dinsdag nog een bui. Ook periode met zon en wat koudere nachten. Tot zover dit korte nieuwsbulletin met weerbericht. Zometeen nog onder meer Zeeuws goud en ook terugkijken te zien bij Omroep Zeeland. Ik wens u nog een fijne zondagavond en heel graag tot morgen. Heeft u tips? Bel ons of mail.